Hey, leuk dat je weer kijkt. Het is donderdag en dus tijd voor een receptvideo. En vandaag heb ik een broodrecept voor jullie. Ik ga je namelijk laten zien hoe je zelf focaccia kunt maken. En focaccia, dat is van het echte Italiaanse brood met lekkere toppings. En perfect voor bij de borrel of misschien nog wel voor een iets latere barbecue als het toch lekker weer gaat worden deze nazomer. Maar het kost even wat van je tijd, zoals met ieder broodrecept eigenlijk. Maar ik garandeer dat het resultaat echt de moeite waard gaat zijn. Oké, ik heb hier mijn standmixer al klaargezet met een deeghaak. Mocht je geen mixer hebben of een deeghaak, dan doe je het gewoon lekker met je handen. Dat kan prima. Dit is gewoon alleen een stukje makkelijker. En ik heb hier de kom en ik ga alle ingrediënten die ik nodig heb voor het deeg alvast toevoegen. En dat is maar heel weinig. Om te beginnen is dat 500 gram bloem. Ik gebruik patentbloem, tarwebloem is ook prima. Hier gaat vervolgens de inhoud van 1 zakje gedroogde gist bij. Er komt straks ook nog zout bij. Dat laten we nu heel even achterwege, want zout en gist gaan gewoon niet goed samen. Zout vermindert namelijk de werking van gist en dat moet je niet hebben. En tot slot heb ik hier nog 320 gram, dus geen liter, gram, lauwwarm water. Doe ik er gewoon allemaal bij. Dan zet ik de kom onder de mixer. En dan laat ik dit vervolgens tot een mooi soepel deeg kneden. Het brooddeeg heeft nu 5 minuten op vrij hoge snelheid gekneed. Nu is de gist mooi zijn werking kunnen doen. En dan voegen we het zout toe. Ongeveer 10 gram. En ik gebruik gewoon keukenzout. Grof zeezout is straks wel heel erg lekker als topping. Dus dat ga ik zeker doen. Voor nu is dit prima. En dan laat ik tot slot het deeg nog een keer 10 minuten kneden totdat het mooi soepel is. Het kan zijn dat het deeg wat plakkerig blijft, omdat er best wel veel water in zit. Is helemaal niet erg. Mocht je nou vinden dat het deeg echt heel erg nat is, dan voeg je wat extra bloem toe. Is het te droog, dan voeg je wat extra water toe. Het deeg heeft 15 minuten gekneed en is mooi soepel geworden. Ik wentel het nog heel even lichtjes door de bloem, zodat het wat minder plakt. En ik kneed het nog een laatste keer door. Dus ik bebloem mijn aanrecht heel lichtjes met een beetje bloem. En daar stort ik het focaccia deeg op. Kijk, het is gewoon echt een beetje plakkerig. Niet erg. 1 is normaal, want het komt door de hoeveelheid water. Maar ik wil er graag een bal van vormen, zodat het straks mooi kan rijzen. En daardoor is het makkelijk als ik het nog even een klein beetje droger maak. Zo. Dit kneed ik nog even een keertje door. Kijk, zoals je ziet wordt het door die bloem, ook al is het maar een heel dun laagje, wordt het toch al een stukje minder nat. Ik heb hier een kom die ik lichtjes heb ingevet met een beetje olijfolie. Daar doe ik de deegbal in. Ik wentel het even een keertje om, zodat de hele bal voorzien is van een dun laagje olie. Zo. Dek de kom af met plastic. Laat ik hem een uurtje staan, zodat het deeg in volume kan verdubbelen. Nou, het deeg heeft minimaal een uur in de bak gestaan en je kunt zien dat het flink in volume is toegenomen. Dus nu stort ik al het deeg op een bebloemd aanrecht. Kijk, het is een beetje draderig. Geef verder niet hoor. Gaat zo meteen allemaal wel weer goed. Ik kan me voorstellen dat het alleen wat lastig is om de randjes nu uit de kom te halen. Maar met licht ingebloemde vingers moet dat op zich wel lukken. Nou, kneed ik dit er nog even goed door. Dan druk ik alle lucht weer uit het deeg. Zo gepiept. Stelt echt niks voor. Maar zorg er dus wel voor, omdat het redelijk plakkerig deeg is, dat je je aanrecht een beetje in hebt gebloemd. Zo, nou heb ik een mooie bal gevormd. Dek ik deze even af met een theedoek en dan laat ik het deeg nog even één keertje 20 minuten rijzen. Nou, het focaccia deeg heeft nog een keer gerezen en ik heb hem inmiddels op een bakplaat met bakpapier gelegd. Omdat ik een iets rustieke focaccia wil, druk ik hem nu met behulp van mijn handen en vingers tot een rechthoek. Mocht je nou echt een mooi brood willen, dan kun je hem ook gewoon met een deegroller uitrollen tot het formaat van, nou ja, iets groter dan een A4, denk ik. Zo vind ik het prima. De plakdeeg is nu overal ongeveer een centimeter dik. Dit moet nu nog een allerlaatste keer rijzen. En dat doe ik gewoon op de bakplaat. Ik vet een stukje plastic folie heel lichtjes in met een beetje olie. Span ik dat eroverheen en laat ik dit deeg weer zo'n een half uur à drie kwartier rijzen. Totdat het weer wat luchtiger is geworden. Nou, het focaccia deeg heeft de laatste rijs gehad. Dus nu ga ik hem afmaken. Zoals bij ieder focaccia druk ik met mijn vinger zachtjes kuiltjes in het deeg. Dat maakt het namelijk zo typisch. Zo zien ze er eigenlijk allemaal uit.
En vervolgens kun je het focaccia beleggen met ingrediënten die jij lekker vindt. Ik begin eerst met een klein beetje olijfolie. Dit moet je er sowieso overheen schenken. Niet heel erg veel, maar wel genoeg. Dan heb ik hier verse rozemarijn. Komt uit mijn eigen tuin. Daar verdeel ik de takjes gewoon van lukraak over het deeg. Ik kan het heel zachtjes een klein beetje aandrukken, zodat het wel blijft zitten. Ondertussen, terwijl ik dit doe, is de oven trouwens aan het voorverwarmen op 240 graden. Focaccia bak je maar heel kort, maar wel op hoge temperatuur, zodat hij mooi gaar wordt. Zo, dit vind ik wel genoeg. Dan heb ik hier wat semi-gedroogde tomaatjes. Als je nu midden in het scherm klikt op de tomaatjes, dan ga je naar de video toe waarin ik je laat zien hoe je deze zelf kan maken. En deze verdeel ik ook gewoon een beetje her en der over de focaccia heen. Mooi. En tot slot nog wat grof zeezout, omdat dat gewoon super lekker is. Zo is die prima. Nu kunnen we hem gaan afbakken. Doen we in het midden van de oven in ongeveer 15 à 20 minuten. Yay! Focaccia brood is klaar. Kijk, dat is het voordeel van zo'n brood. Dat kost je even wat tijd om te maken ter voorbereiding, zeg maar. Maar als die eenmaal in de oven is, is het echt zo klaar. Ik heb een heel klein stukje voor mezelf afgesneden, dus die ga ik even proeven. Puntje. Even dat mega zware bord aan de kant. Kijk, dit is een stukje met zout en er zit wat olijfolie op. En zoals je kan zien is die van binnen echt heel mooi fluffy en lekker wit. Dus proeven. Je proeft de olijfolie echt heel erg goed en dat hele grove zeezout overheen. Zo ontzettend lekker. Het is bijna jammer dat de zomer gewoon voorbij is. Want dit is gewoon het perfecte recept voor bij de barbecue. Maar voor tijdens de zondagborrel of gewoon voor lekker bij het diner is het ook echt een heel erg geslaagd brood. Dat was de video weer voor vandaag. Mocht je vragen hebben aan de hand van dit recept, laat het me even weten. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal hierna. En ik zie je volgende week weer. Doeg!